En dan kun je aan het eind van deze vlog zien wat voor connectie wij nou hebben. Hoe wij elkaar nou kennen en wat voor bloedverband wij hebben. Ja, als je dit in je vlog zet, dan krijg je wel respect voor. Maar dat ga je natuurlijk niet doen, want je bent niet real. Nee. Je bent niet real met je kijkers. Ja, dan gaan we het doen ook, Emre. Dan gaan we het doen ook. Oh, sorry mevrouw. Een hele goede morgen. Ik moet een beetje zachtjes praten, want het is best vroeg. Emre slaapt nog. Ik ga nu onderweg naar school. En ik ga vanavond naar de première van die nieuwe soort van opvolg van Harry Potter. Dan neem ik jullie bij mee. Peace out. Hoi jongens. Ik ben al echt weer heel veel uren verder. Ik ben naar school gegaan. Ik me laat opmaken. En ik ben nu eigenlijk klaar om te gaan. Ik moet over 20 minuutjes in de stad zijn. Ik ben vandaag met Lauren, met Annie. We gaan vandaag naar de première van Fantastic Beasts. En nu zijn we in Escape Café. En daar gaat dat heel dichtbij. Dus kunst. Hoe heet die bijzonder? Iets wat niet gaat uitspreken. Dus Kuski? Tuschinski. Daar gaan we nu heen. En ik ga een review geven over wat we er nou van vonden. Of het nou een goede film en aanrader is of niet. Ja. Ik hoop dat onze outfit. Zelfs. Oh ja, we hebben helemaal. We moeten onze outfit even laten zien. Nou. Wat heb ik vandaag aan? Ik heb een choker aan van dit is van de Sara, die heb ik net gekocht. En mijn tas van Balenciaga. Vandaag ben ik met. Ja, met Roy. Roy. Ja. Ja. Vandaag ben ik met Imani Nouvelle. Hoi. Wij zijn zusjes. Ja, wij zijn. Nou ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Ja. Hoe het nou zit, weet je zelf ook niet precies. Nee. Maar even kijken. Ja, we leggen de datum wel een keer uit. We zien het einde van de avond. Dat wij het zelf ook hebben ondervonden. Ja. Kijk haar vlog even. Weet je, want en dan kun je aan het eind van deze vlog zien wat voor connectie wij nou hebben. Hoe wij elkaar nou kennen en wat voor bloedverband wij hebben. Ja. Ja, we lijken wel echt op elkaar. Ja, we zijn ook echt allebei precies hetzelfde. Ja. Ja, hetzelfde. Ik heb daar niks mee te maken. Ja, moeten we echt filmen? Nee, ja, dat was het, maar ik heb het nooit gezien. Lekker druk, hè? Ik ben echt zenuwachtig, hè? Ik ben gewoon zenuwachtig. Heb je iemand een kauwgom? Nee, ik heb er eentje. Nou, geef maar. Lekker. Net werd ik geïnterviewd door Spuiten en Slikken. En ze vroegen mij wat voor drugs ik zou ontwikkelen. Vraag van Anouk uit Nijmegen. Ze vraagt zich af, als je nou een drug kon maken, wat voor krachten zou je daar nou van krijgen? Dan zou ik een drugs maken, denk ik, die ik dan 's ochtends vroeg inneem. En dat ik de hele dag denk van, yo, wat is het te gek hier op deze wereld. Kunnen vliegen en onzichtbaar zijn, denk ik. Maar er zijn mensen die beweren dat... Zo goed dat ik wel zo raar. Ja. Ja, ik vind ook wel een nacho. Dat is wel altijd zout te doen. Wil je ook een eetkind? Ik eet zoveel en er komt niks aan. Jij ook? Jij eet ook wel, komt niks aan. Gelijk in. Zie je, dit is verdacht. Zie je? Ik denk toch wel dat we ergens toch wel hetzelfde DNA hebben. Zie je wel. Ik ga even wat bloed mee in. Ja, doe maar. Oké. Ah! Alsof we attractie in gaan. Ja, maar echt. Spookhuis. Oeh. Nee, is dit nog geen spookhuis? Ik haat spookhuis, hè? Ik ga wel voor. Ja, jij gaat voor. Rot op, is dat een hamburger? Nee, maar ik heb eens een hamburger en die ga ik eten. Nou jongens, wel lekker hamburgertjes. En jij ook? Nou, toevallig. Dit heb ik nog nooit gegeten. Het is echt gewoon toevallig. Ja, dat is leuk. Ja, we gaan bijna beginnen. Hoi. Kijk, mensen willen met de meid.
meiden van de Girl met de foto en niet met ons. En dan zie je dit. Je ziet die man lopen. Mijn kanaal is Let's Get Lau. Oké. Okay. After party. Nee, hoi. Ik word opgehaald door mijn vriendin. En daar ga ik nu even mee vloggen. Vandaag ben ik met. R-O-S-J-E. Mijn vriendin. Woe. Peace. En we gaan nu zijn onderweg om Emmer op te halen. Gaan we even naar de Mackie. Ja. En dan, ik heb morgen gewoon school. Ja, maar ja, beroemde mensen, die moeten... Ja, hebben lange dagen. Die hebben het moeilijk. Ja. Maar weet dat hij er nog niet is. Even kijken, is hij nog gebeld? Even. Hij is pas over een uur hoor. Die... Zijn kwartier is Turkse kwartier. Ja, maar echt. Emmer, je Turkisch kwartier lang. Ja, man. Jij zegt, ik ben hier... Hoe laat is het nu? Jij zegt, ik ben hier half. Lan, het is nu al bijna 12 uur lang. Turkije nummer 1. Jij hebt Turkisch tijden, man. Knokken naar met het lage gedrag. Ja, ik vind het maar 10 keer niet dat je aan het uitvreten bent. Ik weet niet waar je bent, ik weet niet met wie je bent. Ik wil het klaar hebben nu. Nee, het is gewoon klaar nou. Het is gewoon als klaar. Als eten we je burger op. Ja. Nee. Maar ja. Wij wachten. Kind honger laaien de hele dag. Ik heb de hele dag op een première gezeten. Alleen maar popcorn gevreten. Niks verdiend. Hè? Mama. Ja, verdienen doen we wel. Ja, ja, ja. Wat staat daar? Susan, geen goed. Promotie geven, want ze worden vast zwanger. What the fuck? Waar gaat het over dan? What the fuck? Je Turkse collega elke morgen begroeten met hey. Kabab koning. Wie heeft die grap verzonnen? Gaat even muziek doen, man. Ik ben dan mama's hier nu. Ik maak money om de uni. Ik betaal mama's uni. Ben Oké, wij gaan even naar het tankstation. Oh, weet je wat ook echt lekker is? Oh, Tony's. Ik heb Tony's kopen. Tony Chocoloni's. Tony Chocoloni. En wat ging je nog meer kopen? Oh, drinken, hè? Wil je geen drinken? Nee. Oh, Emre, daar denk je al zijn. Oh, maar weet je wat ik nu besef? Emre's telefoon is kapot, dus hij staat er waarschijnlijk al heel lang te wachten. Ik moet dat verkeerd om. Ik hoor van heel veel mensen dat je een beetje te veel vloekt in je vlog. Is dat zo? Meen je dat? Nee, grapje. Ja, maar we staan nu bij de Mackie. Ik heb Kip Nukken. Emre is op dieet. Nee, ik heb gegeten met mijn klasgenoten. Met jouw klasgenoten? Shoutout naar Jade en Becky. Doe je shoutout naar Jade in mijn vlog? Dat is echt raar. Jade en Becky hier. Kijk, dit is een typische meisje. Ik zeg Jade en Becky hier. Ja, ik snap het niet, man. Ja, oh. Nee, is niet raar bedoeld, maar gewoon van ja. Maar mij moet het eigenlijk ook niet. Ja, als je dit in je vlog zet, dan krijg je wel respect voor. Maar dan ga je dat niet doen. Want je bent niet real. Nee. Je bent niet real met je kijkers. Ja, dan gaan we het doen ook, Emre. Dan gaan we het doen ook. Ja, dan gaan we het doen ook. Gaan we het doen ook, Emre. Dan gaan we het doen ook. Oh, sorry mevrouw. Dankjewel. Mijn kind is binnen, jongens. Ik moet rijden. Spaar maar niet, hè. Doe joh, heb een minuut.
I, let me drive a little bit to fence up for that. Give me a challenge. Succes. Ja, vind je dat de tweede gratis was? Ja. Waarom heb ik geen twee dan? Geen kip nuggets. Ja. Mag wel een stukje burger. Ja. Nee. Ik vind het eigenlijk gewoon. Weet je waarom ze dat doen? Nou. Omdat iedereen stekt voor die decembermaand. Ja, denk er maar over na. Iedereen stekt. Wie gaat er nou in december naar de Mackie? Dit is al het hele jaar zo. Na 10 uur. Ja, daarom kom ik hier. Het is niet eens 10 uur geweest. Echt wel. Je hebt geen tijdsbesef. Nee. Omdat je in Maarsen was. En in Maarsen is gewoon middle of nowhere. Mm-hmm. Ja. De klok is daar 3 uur terug. Mm-hmm. Ik ben mijn vlog gisteren vergeten af te sluiten. Dus dat wou ik bij deze doen. Het was echt een hele gezellige avond. Ja, dat hadden jullie al meegekregen, denk ik. Ik ga nu naar school toe. Ik heb om 11:45 les. Het is 11:45. Dan kom ik thuis en ga ik deze vlog editen. En dan komt hij zo snel mogelijk online. Ik heb besloten om nog even te filmen op school. Ik heb toch maar 1.5 uur les. Sterker man, wil je me zo? Mag ik ook hier? Ja hoor, je bent erin. Nou, een rechtsstaat is dus... rechten staan onafhankelijk. Er is een grondwet en er was nog één. Burgers hebben grondrechten. En de rechters en de overheid moeten zich aan de grondwet houden. Dus dat zijn ze alle drie, toch? Ja, zowel de burgers als de overheid inderdaad moeten zich aan de grondwet houden. Dan kan ik doorgeven wat je nou precies moet leren. Fana is 18 jaar. Doordat gaat hij dat doen? Kom maar. Daarvoor was het gewoon een stukje. Is dat klaar? Ja. Ja. Zit hier? Staat erop. Bedankt voor het kijken, vriend. Gekomen. Welke 5 dingen? Waar begin je mee als je in deze auto mee? Laat een comment achter wat je van deze video. En tot volgende week.